Van harte welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van Zomervisite. We zijn op bezoek in Breda bij Ron Akst. Ron, leuk dat je ons uitgenodigd hebt. Wie is nou Ron Akst? Vertel eens. Nou, Ron Akst is 52 jaar. Ik ben woonachtig in Breda. Dat zijn we sinds een jaar, ruim een jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb twee dochters, één van 13 en één van 17. En ik ben bestuursvoorzitter bij STMR, de Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland. Een organisatie die denk ik heel veel mensen ook kennen. Ja, een van de grotere werkgevers uit de regio, hè? Ja, van de regio. Ja, in de zorg. Ja. Een man uit deze regio, werkzaam in Tiel. Ja. Waarom die afstand? Nou, ik moet zeggen, dat is heel toevallig. Toen ik sprak, toen ik in dienst trad bij STMR, is ook gesproken over of ik bereid was om te verhuizen. Nou vind ik het heel erg belangrijk dat mijn gezin daar een hele belangrijke stempel in heeft. Hè. Het gezin moet zich gelukkig voelen. Ik ben toch heel vaak uithuizig, in gesprek, in vergadering. En in ieder geval wilde mijn gezin ook wel in deze regio blijven. En dan neem ik op de koop toe dat ik dan iets meer moet reizen. En dat reizen richting mijn werk, Breda Tiel of Breda Arnhem en alles wat daartussen zit. Die tijd benut ik heel goed om te bellen, na te denken, voor te bereiden. Dus ook het rustmomentje van de dag waarschijnlijk? Naar huis toe meestal wel, dat is een soort bezinningsmoment. Ik heb veel avondvergaderingen, dus dan ga ik ook wat later naar huis. En dan denk ik wel, nou, hoe was mijn dag geweest? Dat is ook wel belangrijk dat je reflecteert. Uh-huh. En wat vond ik nou goed gaan, wat vond ik nou minder goed gaan. Ik vind het op zich prettig. En het is ook prettig om niet in de regio te werken en te leven, omdat je toch, veel mensen kennen je. En dan vind ik het ook wel prettig dat, dat mijn privé en mijn gezin daar buiten staan. Dat klinkt bekend. Je bent gewoon Ron, de man die vaak wandelt. En mensen kennen mij hier als Ron Akst. Dus, nou, over die STMR, daar gaan we het later over hebben. Ja. Jouw persoon. Relatief jong en al heel erg lang, zeg maar, in bestuurlijke functies. Hè? Ja, dat hoe klopt. Hoe komt dat zo? Dat klopt. Ja, dat is als je terugkijkt, dan denk je van ik was 40 en toen werd ik bestuurder bij STMR. Dat is voor zo'n functie relatief jong. Maar daarvoor heb ik ook veel functies bekleed met een zware verantwoordelijkheid op directie. Dus ben jij, of managementniveau. Ben je opgevallen waarschijnlijk door dingen die je zei of die je gedaan hebt? Waar komt dat vandaan? Ja, nee, ik denk dat je moet natuurlijk de dingen waar je verantwoordelijk voor bent, dat moet je zo goed mogelijk doen. Dus daar begint het mee. Als dat niet goed is, dan wordt er ook niet naar je gekeken. En twee, heb ik wel altijd gemerkt in mijn leven dat ik al heel snel best wel volwassen was voor mijn leeftijd. Hè. Toen ik 30 was, had ik ook een managementfunctie in een grote organisatie. Wat deed je toen? Toen was ik hoofd personeelorganisatie bij Fortis ASR Groep, een grote organisatie. Zeker. Plaatsvangend directeur en op een relatief jonge leeftijd. En hoe dat komt. Ik denk ook, als ik terugkijk naar inmiddels 25 jaar dat ik werk, bijna, is wel van gewoon jezelf blijven, dat is één. En ook wel steeds de goede verbinding zoeken met mensen. Want werken, maar dat geldt voor werk, maar ook voor hobby's, je streeft met elkaar een doel na. En dus dat doe je nooit alleen. En de kunst is, denk ik, dat je de goede verbinding weten te maken. Maar je moet ook de juiste mensen vinden. Je moet de juiste mensen weten te vinden, maar ook de kwaliteit in mensen zien. Dat is ook natuurlijk iets wat je heel snel in de gaten moet gaan krijgen. En ik ben er heilig van overtuigd dat ieder mens heel veel kwaliteit heeft. Ik vind zelf dat heel veel mensen die kwaliteiten niet altijd goed benutten. Ja, maar dat is ook inherent aan wat de maatschappij tegenwoordig vraagt, hè? Mensen worden vrij snel in een hokje geduwd of in een kadertje gestopt. Ja. Dus ruimte voor zelfontplooiing steeds minder. Dat klopt. Maar ik denk ook dat je daar zelf een bepaalde rol in hebt. Hè. Dus ik merk het nu met mijn oudste dochter. Hè, de laatste klas van de middelbare school oriënteert zich nu op een studie. En dan is de kunst, nou, dan praat je met elkaar, hè, met het gezin. Praat je, wat vind je leuk? Vaak ben je daar ook wat beter in, wat heeft je interesse.
En op die manier ook kijken naar nou, welke en past dat bij je talenten? Hè? Want ik vind wel dat je altijd op zoek moet gaan. Wil je ook maatschappelijk iets bereiken? Uh-huh. Naar wat vind ik leuk? Zijn dat mijn talenten? En ben ik bereid om dat voor een lange tijd ook in te gaan zetten? Wat zijn nou jouw talenten specifiek? Ik denk dat ik... ik ben wel resultaat- en doelgericht. Dus ik probeer heel snel met vraagstukken de kern te bereiken. Van wat is nou, wat beïnvloedt nou dit vraagstuk? Mm-hmm. Om dan ook te kijken, ja, welke oplossingsrichtingen zijn er? Dat doe ik vrij snel. En wat ik ook belangrijk vind, is dat je de juiste mensen weet te verzamelen rondom een vraagstuk. Dus niet dat je zelf gaat piekeren van hoe zit dat nou? Want je hebt maar voor een deel verstand of ervaring of kennis van een onderdeel en van een deel ook niet. En dan is de kunst om te kijken wie heb ik nodig. En dat je een team van mensen voor ieder thema of vraagstuk ook creëert. Waardoor je ook snel de kennis bundelt. Ja, je zit al jaren zeg maar in die gezondheidszorg hè, met de STMR. Ja. Dat is natuurlijk dan nu en vooral ook nu in deze tijd in de toekomst een uitdaging. Dat is een enorme uitdaging. Er gebeurt heel veel in de gezondheidszorg. Als ik kijk naar de vergrijzing, maar ook de complexiteit van ondersteuning. Die neemt alleen maar toe. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Mensen kunnen minder snel in een verpleeghuis of een woonvorm gaan wonen, dan moet je wel een zware indicatie hebben. Uh-huh. We hebben de krapte op de arbeidsmarkt, hè, als het gaat om verpleegkundigen en verzorgenden. Dat ook steeds nijpender wordt? Dat wordt steeds nijpender en dat is in heel Nederland. En dat betekent, ik wil ook nooit pessimistisch zijn of wat is dat moeilijk en ingewikkeld. Uh-huh. Dat betekent wel dat wij nu na moeten denken over oplossingen die over 3-4 jaar soelaas bieden. Dus dat betekent ook dat je ook out of the box moet kunnen denken. Als ik een voorbeeld mag noemen, hè, we hebben het over de arbeidsmarkt. Ja. Mm-hmm. We komen mensen tekort, verpleegkundigen, verzorgenden. Dan gaan we zeggen, we moeten natuurlijk op scholen mensen stimuleren om voor de gezondheidszorg te kiezen. We moeten ook de juiste mensen weten te werven, arbeidsmarktstrategieën en campagnes. Dat is een deel van de oplossing. Maar met al die inspanningen ben ik er niet van overtuigd dat je zoveel mensen kunt krijgen die warm lopen voor deze sector. Want er zullen gewoon, je merkt het ook onder jeugdigen, niet iedereen vindt het leuk om in de zorg te gaan werken. Nee. En dan is het ook de kunst om te kijken welke andere oplossingen zijn er om het probleem van de arbeidsmarkt of het tekort aan professionals, om dat op te lossen. Nou, dan moet je kijken naar, zou je dat met technologie kunnen doen? Zouden we dat meer kunnen inzetten? Dan wordt soms wel eens wat voorzichtig op gereageerd. In de zin van, een robot kan toch niet een mens vervangen? Nee. Maar er zijn natuurlijk allerlei slimme toepassingen te bedenken. Er zijn allerlei slimme toepassingen die we denk ik veel meer kunnen toepassen dan die we nu doen. Mm-hmm. En naast de inzet van technologie zijn er nog andere manieren om te kijken hoe je ik denk ook in het hele proces, in de keten van ziekenhuis, huisartsen en wijkverpleging, dat je kijkt van wat kunnen we nou doen om de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional uit te laten voeren. En ik merk in die hele keten dat we soms wel eens geneigd zijn om heel veel hetzelfde te doen of te dubbelen. Als je van het ene ziekenhuis als je een onderzoek krijgt, ja. Dan kan allemaal veel efficiënter. En je gaat naar een ander ziekenhuis, dan zie je in een aantal situaties, ik heb het zelf meegemaakt, dat er opnieuw hetzelfde onderzoek wordt gedaan. Nou, en dat is niet gek zoals het nu is georganiseerd, maar ik denk wel dat daar een opgave ligt voor ons om daar veel slimmer mee om te gaan. Kijk, dat signaleren, dat is één, maar ook daadwerkelijk iets aan kunnen veranderen, dat is twee. Jij zit toch redelijk in zo'n positie? Ja, en dat is dat besef ik ook. En dat betekent ook dat je vanuit mijn rol met beleidsbepalers, landelijk, maar ook regionaal, met de gemeente, met de zorgverzekeraars, met zorgkantoren, maar ook met de politici en VWS, de goede gesprekken voeren over hoe het anders kan.
Er wordt heel negatief gedaan, hè, op de gezondheidszorg, dat allemaal zo duur is. Ja. Maar eigenlijk hebben we het wel heel goed voor elkaar hier. Ja, ik moet zeggen, ik kan mij soms wel storen aan de one-liners. Omdat dat is zo makkelijk geroepen. Dus. Ja, en Nederland staat bovenaan met de beste gezondheidszorg van de wereld. Ja. Daar gaan we allemaal aan voorbij. Mm-hmm. En wat ik ook merk, dat is de hele discussie rondom de verpleeghuiszorg. Waarvan ik denk, ja, tuurlijk, mensen moeten in een laatste stadium van hun leven zo goed mogelijk ondersteund worden. Maar het heeft ook alles met verwachtingen te maken. En daarmee wil ik zeggen van, je kan niet verwachten dat we met de bestaande financiële middelen alles kunnen doen voor mensen die in een woonvorm wonen. Als het gaat om activiteiten en dergelijke. Daar zullen we met elkaar op zoek moeten gaan naar andere manieren om die druk ook meer te verdelen over meerdere mensen. Nou, waarvan akte? Ja. 52 jaar, zoals ik jou ken, doelbewuste dingen zeggen, uitspreken en daarna handelen. Waar het moet, keihard. En je zegt zelf al, dat had ik al vrij vroeg, hè? In mijn leven. Ja. Je bent in die gezondheidszorg terechtgekomen. Ik had me ook goed kunnen voorstellen dat je in de politieke carrière had gemaakt. Waarom nou die gezondheidszorg? Ja. Nou, die vraag krijg ik regelmatig. Hè. Mensen denken wel eigenlijk wel een politiek profiel. Ja. Ik heb hiervoor, voordat ik bij STMR ben gaan werken, heb ik niet in de gezondheidszorg gewerkt. En heb ik heel veel geleerd. Maar wat ik ook heb geleerd is dat ik miste daar wel een hele belangrijke waarde, dat is de mensgerichtheid. En gezondheid is het belangrijkste goed in ons alle leven. Klopt. En nou, op het moment dat ik in de financiële dienstverlening werkte en er werd gesproken over de obligaties en de aandelen en de koersen en hoeveel winst we dit kwartaal weer hadden gemaakt. Dat is redelijk, nou, mag ik zo zeggen, statisch. Mm-hmm. En ik heb daar veel van geleerd. Maar als ik diep in mijn hart kijk, ben ik veel meer begeisterd geraakt van de sector. En met name van de mensen die daar werken. Omdat ik bijzonder veel waardering en respect heb voor mensen die zich dagelijks inzetten om de gezondheid van mensen, om ze daarin te ondersteunen. Dus de professionals, maar ook de mantelzorgers? Maar ook de mantelzorgers. Daar ben je er eigenlijk zelf ook één van, geloof ik, hè? Dat is nu iets minder, maar dat was wel een tijdje wat intensiever. Mijn vader is een tweetal keren kritisch geweest. Die is 87, dus hij leeft nog. Mooi. Maar dan merk je wel in zo'n situatie hoe intensief dat is. En ik heb ook geleerd hoe ingewikkeld de sector is georganiseerd. Ja. Nou ben je ondanks, een paar jaar geleden was geloof ik, op vakantie geweest, hè? Ja. Met diezelfde vader. Ja, en moeder. De roots opgezocht, zullen we maar zeggen, want je hebt een kleurtje. Ja, ja. Vertel. Nou, laat ik zeggen, ik heb Indische roots. Dus mijn ouders komen uit het voormalig Nederlands-Indië. Die zijn eind jaren 40, begin 50 naar Nederland gekomen. En ik ben nooit naar Indonesië geweest tot 2010, zeg ik zo even uit mijn hoofd. Toen zijn we daar naartoe gegaan en daar hebben we ook mijn ouders uitgenodigd om met het gezin en mijn ouders met vakantie te gaan. Terug naar de basis. Ja, terug naar de basis en ook van hen te horen, joh, wat heb je daar meegemaakt, wat heb je beleefd. En die vakantie is in duigen gevallen, omdat op de tweede dag heb ik een ongeluk gehad, aangereden door een motor. En best wel een hele vervelende tijd. Daarmee ben ik ook geconfronteerd met, je bent niet onsterfelijk. Aangereden door een motor, maar ik bedoel, reed hij over je benen heen of wat was anders? Ja, ik ben aangereden en ik ben de lucht ingevlogen en ik had wel wat zware verwondingen. En, was dat kritisch? Snel niet. Maar op dat moment, ik bloedde enorm. En in zo'n land met hygiëne en dergelijke is het wel risicovol. En jouw vader die was daar bewust bij, hè? Ja. Die heeft mij zelf van de weg getrokken. En dat is voor hem traumatisch. En voor mijn twee dochters, die hebben het zien gebeuren, was het ook wel traumatisch.
Pittig. En wat het mij heeft wat het met mij heeft gedaan, is Jordan nog dagelijks aan herinnerd. Niet dat ik daar, dat ik steeds denk aan wat er is gebeurd, maar wel dat je beseft dat het, dat je niet onsterfelijk bent. Was dat een eye-opener voor je? Ja. Wat is er sindsdien veranderd aan Ron Angst? Dat ik beter de balans probeer te vinden in het. In mijn fysiek en mijn mentale welzijn. Dus ook rustmomenten meer pakken. Hoe doe je dat? Nou, door. Ik wandel veel. Zonder zweverig te klinken, maar mediteer je dan? Of overdenk je de zaken? Ik overdenk dan veel zaken. Ik wandel dan in het bos en ik zie. Het licht worden, want ik sta altijd heel vroeg op en ik hoor de vogeltjes fluiten en geen mensen om je heen. En dan, dat is een heel mooi reflectiemoment. En dan, dan denk ik na over bepaalde dingen. En ik wandel ook met mijn vrouw, dus op de momenten dat het kan. Dan praten we ook over dingen. En dat is, dat geeft ook heel veel energie. Met elke job, maar met name ook het werk wat jij doet, dat brengt ook emotie met zich mee. Hè? Ja. Hoe ga je daar zelf mee om? Nou, dat is best wel een punt. In die zin, ik ben niet van de. Je bent pragmatisch. Ik uit mijn emoties niet zo. Dat heb ik nooit gedaan, dus laat ik zo zeggen, ik ben altijd wel redelijk stabiel. In beide kanten, niet als het als er een feeststemming moet zijn. Dan gaat de feestmuts wel op. Ik ben niet de grootste feestvierder. Maar daar sta ik niet onbekend. Nee. Ik loop niet als eerste de polonaise. Maar ik ben wel iemand die. Ik kan op mijn manier wel vrolijk en gelukkig zijn. Wat ik heel belangrijk vind, is humor in het leven. Want humor relativeert. En ik gebruik. Van nature ook wel een stukje humor in het werk, thuis, met mijn hobby's, in het contact met vrienden, met familie, om bepaalde zaken wel te relativeren. Want je moet jezelf soms niet al te serieus nemen. Heel veel mensen doen dat jammer genoeg wel. En dan, als je dat steeds doet, en dan stapelt zich op. En maar goed, dan, terug naar die emotie. Ja. Als je dat niet altijd toont of lastig kunt tonen, dan wil het wel eens zeg maar bij een uitbarsting, als dat dan toch gebeurt, wil het wel zo zijn dat je heel anders wordt gezien dan dat je zelf vindt dat je bent. Dat klopt, ja. Ja, dat, ik ben dan wel, soms schrikken mensen dan wel. Als ik kan natuurlijk ook boos worden. Ja. Maar... Wel rationeel. Ik ga dan niet smijten of ik ga dan niet agressief worden of wat dan ook. Nee, dat heb ik niet. Daar hou ik mezelf altijd... Maar je rekent dan wel iemand af op de dingen die er gebeurd zijn? Ja, dat probeer ik op de inhoud te doen. Ik vind het altijd, je moet scherp op de inhoud zijn en met respect met mensen omgaan. Dat is een belangrijke waarde in mijn leven. Mm-hmm. Heb ik ook meegekregen van mijn ouders. Dat is een waarde die ik ook mijn kinderen meegeef. Met respect met elkaar omgaan. En nou, ik in mijn vrije tijd, de zaterdag is vaak gevuld op de hockeyvereniging, want ik coach op dit moment 2 elftallen. En dat zijn de meisjes van 13 en de dames van 17, 18. Kun je daar ook je ei in kwijt? Ja, dat is heel leuk. Ligt eigenlijk in het verlengde, hè? Dat is heel leuk om te doen, omdat je ook wel, ik roep altijd maar coachen, opvoeden, maar ook in je werk, hè, ook in mijn rol. Gaat het erom om en een doel te bereiken. Maar dat te betekent presteren. Dus dat je kennis en je eigen normen en waarden wil overbrengen op andere mensen? Vraag ik dan te ver? Nou, overbrengen, dat is je probeert mensen net die goede setjes mee te geven. Dat ze voor zichzelf bewust zijn van wat het effect is van hun denken of doen. Ja. Want als coach, dat is wel leuk, hè? Ik heb vanochtend langs de lijn gestaan en dan bespreek je de dingen voor en die worden ook getraind. En dan zie je ze in het veld, zie je ze dingen doen en dan doen ze niet altijd precies hetzelfde als wat we hebben geleerd. En daar kun je dan niks aan doen. Het enige wat je dan kan doen, is mensen daar het gesprek over voeren. Te kijken van wat zouden we dan net iets anders kunnen doen voor een volgende keer. Maar je doet het echt vanaf de zijlijn. Ja. Dat is met opvoeden ook.
kinderen krijgen een bepaalde leeftijd, dat ze hun eigen keuzes maken. En het moet niet zo zijn dat mijn opvatting of over een studie of dat ik dat moet gaan opleggen aan mijn kinderen. Nee, zij moeten hun eigen keuze maken die bij hun past. Ik help ze wel met met het maken van zo'n keuze. Ja, je geeft ze het warme bad. Ja. En zo hoort het eigenlijk ook te zijn. Hè? Ja. Komt het voort vanuit een geloof, jouw filosofie, zoals ik het bijna mag omschrijven? Ja. Nou, ik ben Rooms-Katholiek, maar ik ben niet praktiserend gelovig. Maar ik heb wel iets van, ja, ik vind dat er wel meer is tussen hemel en aarde. Waar blijkt dat dan uit? Nou, bepaalde momenten in je leven die soms heel bepalend zijn, die je een bepaalde richting induwen. Hè? Een relatie, kinderen, werk. Dat zijn allemaal dingen die naar mijn idee niet alleen maar beïnvloed worden door de ratio. Ik geloof heel veel in dat heel veel te maken heeft met gevoel. En dat wij in onze samenleving dat vaak vertalen naar ratio. En dus we geven een verklaring achteraf. Ja. Dat is het meest makkelijke wat er is. Het is het meest makkelijke wat er is. Ja. Maar het gaat ook met name vaak om zeg ik altijd maar, om de timing. Hè? Ja. Wanneer zeg en doe je wat. Exact. Exact. En je eigen kompas zijn, dat is wel iets wat ik... Maar dat willen heel veel mensen, maar dan blijkt achteraf dat die kompas niet helemaal scherp stond. Ja, dat kan. Dat kan. Maar ja, dan is de kunst van hoe ga je met zo'n kompas om? Hè? Dus als ik... bepaalde overwegingen heb in het leven of ik moet een besluit nemen, dan is het de kunst om aan te voelen wanneer je dat besluit neemt. En soms is het goed om dat besluit even niet te nemen, uit te stellen. En er met andere mensen over te praten, zodat je tot nieuwe inzichten komt of andere inzichten komt. Dan is het nog steeds je eigen kompas. En niet een beetje gedwongen, ik moet nu een besluit nemen, dus ik moet nu een bepaalde richting op. Ik roep altijd maar niks moet. Dat doe je zelf. Klopt. Ron Akst, over 5 à 10 jaar. Ik bedoel, je zit in die gezondheidszorg. Dat is natuurlijk een hele dynamische omgeving. Kun je helemaal je eieren kwijt. Ja. Maar ik kan me ook nog voorstellen dat je zoiets hebt van... Nou, maar dat wil ik ook nog wel doen. Want dat is ook een stukje passie. Ja. En als die mogelijkheid er zou zijn... Hè? Ja. Afgezien van financiële toestanden en omstandigheden. Ja. Wat zou dat dan zijn? Nou, ik heb een... dat is een leuke vraag. Ik heb van kind af aan... ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in... krijgsgeschiedenis. Ook in bepaalde delen van... dus met name de Tweede Wereldoorlog. En ik heb wel eens gezegd... ik heb er heel veel boeken over en veel over gelezen. Ik doe er nu heel weinig mee. Uh-huh. Maar ik heb wel eens gezegd van... als ik wat meer tijd ga krijgen... dan hoop ik met mevrouw ook... te kunnen reizen, leuke dingen te kunnen doen. Maar ook mateloos fascinerend wat daar gebeurd is. Ja, maar ook ja. En ik tegen mijn kinderen vertel ik van... door de geschiedenis te kennen kun je het heden beter verklaren... en kun je de toekomst beter voorspellen. Ja. En dat vind ik... dat zou ik wel weer op willen pakken. Ja, het blijft natuurlijk wonderlijk. Ik bedoel, het klinkt een beetje raar, hè? Maar een fascinatie voor het Hitlerverhaal. Dat is het niet hoor, geen fascinatie voor de man. Maar hoe heeft het kunnen plaatsvinden? Ik lees veel boeken. Of ik heb veel boeken over hem gelezen. En alle mensen om hem heen. En dat fascineert mij wel. Ja, hoe kan het nou zo gebeuren dat zo'n man zo'n invloed heeft gehad op de samenleving? Ik heb dezelfde fascinatie. Bijvoorbeeld ook eens een keer de route gereden van de 101e Airborne. Hè? Die zijn geland op Normandië. Ja. En vervolgens de Bridge to Far uitbrug van Arnhem. Ja. En uiteindelijk het Adelaarsnest zijn ze geweest. Hè? Dat was thuis van Hitler in de Oberberg, in Berchtesgaden. Dat is wel heel indrukwekkend. Ja, en ook ik vind het heel interessant om te weten hoe is dat zo ontstaan. En met name ook van als je dat nou vertaalt naar nu. Hè? Ik bedoel, je ziet nu, roep ik altijd maar een beetje dezelfde... Maar je ziet de geschiedenis dezelfde dingen, alleen in een ander jasje, in een andere tijdsgeest. En, maar je bent 140 of 150 jaar verder vanaf de start en het is precies hetzelfde. Exact, ja. En dat is op zich is dat al een bizarre constatering. Ja. Zelfs als ik zeg, Henry Deterding zou in elk geschiedenisboekje moeten staan. Ja. Maar het staat er helemaal niet in. Nee, klopt. Dus de oprichter van, dat weet je dan wel van Shell. Ja, ja. Nou ja, al die olieboeren hadden allemaal hetzelfde hoor, financieren van oorlog en wapentuig. Maar ze deden het allemaal. Klopt. Maar het is allemaal niet zo vrij. Nee, en er zitten natuurlijk heel veel belangen. En dat is natuurlijk ook in een samenleving zoals nu ook, moet je ook heel goed weten hoe zijn die belangen, hoe liggen die. Hè? Want je merkt ook in de gezondheidszorg,
zie je dat er altijd belangen zijn. Van de belangen van rondom ziekenhuizen, rondom huisartsen, rondom wijkverpleging, rondom welzijn. Laat ik hem even een paar noemen. En de kunst is om die belangen op tafel te krijgen. Want dan heb je het goede gesprek. Daar geloof ik in. En in onze regio zijn we ook bezig met een aantal ronde tafel overleggen. Met verzekeraars, met collega-organisaties, ziekenhuizen, huisartsen. En ik moet zeggen, dat zijn hele goede gesprekken. En je moet op een gegeven moment een sfeer met elkaar creëren. Dat je ook durft te zeggen, ja, maar als dit gebeurt, dan raakt dat mij op deze manier. Ja. Zo moet je erover kunnen praten. Anders ga je eromheen draaien. Als ik het even filter, als het rond Aks ligt, dan staat de mens echt centraal. Ja, ik vind dat de mens een hele belangrijke rol heeft in welke kant wij met elkaar omgaan. En bepaalt ook of wij ons ontwikkelen op bepaalde onderdelen. Of dat bepaalde ambities ook waargemaakt worden. Dat doe je zonder mensen en zonder samenwerking lukt dat niet. Nou, en dat is natuurlijk een hele mooie om dit gesprek mee af te sluiten. Ja. Want we kunnen nog wel uren doorkomen. Ja. Ik nodig je bij deze uit voor zomervisite 2018. Maken we deel 2. Nou, dat is over een jaar. Of misschien nog iets eerder. Zien we dan weer. Ja. Hey, mag ik jou hartelijk danken en wil je tot slot nog iets kwijt? Nou ja, ik zou het, laat ik zeggen, ik denk heel belangrijk is, ook als het gaat om de gezondheidszorg, dat we met elkaar in gesprek blijven om te kijken hoe we met de druk op het geld, op de financiering, dat we met elkaar echt wel de oplossing gaan vinden om dat voor de komende jaren georganiseerd te krijgen. Want het is niet alleen maar nu, het geldt ook voor ons later als wij ouder worden en die ondersteuning nodig hebben. En ik hoop dat we dat kunnen doen door nu al daar de goede gesprekken over te voeren. Ja, die goede gesprekken die vinden plaats met de juiste mensen. Klopt. Ja. Hey, nogmaals bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Zomervisite. Het was de laatste aflevering van dit seizoen. Graag tot volgend jaar.